Voor enkele jaren kenden we eigenlijk de toestand van het rioleringsnetwerk niet. En dat is heel belangrijk omdat heel wat riolen tientallen jaren oud al zijn en die moeten eigenlijk dringend geïnspecteerd worden. Nu, sinds 2020 hebben we een conceptnota die is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Concreet heeft Vlaams minister van Omgeving Zoual Demir de keuze gemaakt om de toestand van het rioleringsnetwerk in kaart te brengen. We doen dat door het opmaken van een inventaris, door risicokaarten op te maken en door inspectieplannen op te maken. En op basis daarvan zullen er nu heel gerichte maatregelen kunnen genomen worden op het juiste moment, op de juiste plaats en zullen de investeringen die er gebeuren ook meer efficiënt gebeuren. Dit kadert ook volledig in de Blue Deal, het plan van de Vlaamse regering en minister Zoual Demir om droogte- en wateroverlast aan te pakken. Met dat plan zijn er heel concrete acties op het terrein om meer in te zetten op ontharding, meer vernatting en meer circulair watergebruik. Maar wanneer we beter zorgen voor het water dat infiltreert in de ondergrond, ja, dan moeten we zorgen dat er geen lekkende riolen zijn, waardoor dat water sneller afgevoerd wordt. Dus die riolen moeten echt wel ook in goede staat zijn. Vlaanderen heeft een zeer uitgebreid rioleringsnetwerk dat liefst 50.000 kilometer lang is. Om een beter zicht te krijgen op de staat van dat netwerk voeren rioolbeheerders geregeld inspecties uit. Daarbij worden de rioleringen eerst gereinigd. DSSV Transpo Daniels pakt dat aan op een innovatieve manier. Industriële ruimen, reinigingswerken en rioolreinigingen zitten al jarenlang binnen de kernactiviteiten van DSSV Transpo Daniels. Dit kunnen we elke dag waarmaken samen met ons professioneel hoogtechnologisch combiwagenpark, dit gepaard met hoogopgeleid personeel en eigen loonverband. Bij een rioolreiniging is het heel belangrijk dat de voorbereiding heel goed is uitgevoerd, waarbij dat we zo snel mogelijk, zo efficiënt mogelijk met het juiste materiaal op de juiste plaats zijn. Dankzij deze ontwikkelingen kan de riolering sneller gereinigd, gecontroleerd en waar nodig ook hersteld worden. Door verschillende technieken te combineren, wordt de hinder voor de buurt beperkt. Als we dan kijken naar het marktsegment van rioolbeheer, merken we dat er een heel grote vraag is naar rioolreiniging, rioolinspectie, rioolrenovatie, rioolreparatie en rioolherstel. Op de dag van vandaag biedt DSSV Transpo Daniels dit totaalpakket aan. Dit maakt dat wij duurzame partnerships kunnen uitbouwen bij onze klanten. Daarnaast werken we voor gespecialiseerde rioolrenovatietechnieken samen met een zeer duurzame partner, namelijk Kumpe uit Hasselt, die sinds de jaren 90 gespecialiseerd is in het renoveren van hoofdriolen. De meerwaarde van die visie is dat er een serieuze hoge kwaliteit wordt geleverd en dat de doorlooptijd enorm wordt teruggedrongen. Dat maakt dat er een win-win situatie is voor alle partijen. DSSV Transpo Daniels wil daarnaast zijn impact op het milieu zo laag mogelijk houden. Het gebruikt daartoe onder meer voertuigen die reinigingswater hergebruiken. Al meer dan 20 jaar investeren wij in milieuvriendelijke combi-recyclerwagens. Hierdoor reduceren we het watergebruik tot een minimum en onze CO2-uitstoot die daalt hierdoor ook aanzienlijk. Op onze bedrijfszetel zijn we ook dagelijks bezig met het optimaal hergebruik van water en andere middelen. Hierdoor vangen we al ons oppervlaktewaters op voor dan te gebruiken voor ons reinigingswerken. Onze chauffeurs genieten van ecologische rijopleidingen en onze handschoenen worden in eigen beheer gereinigd en hergebruikt om ons zo optimaal voor de duurzaamheid in te zetten. De slipmixer is nog een innovatie die het Limburgse reinigingsbedrijf op de markt brengt. Die kan onder meer worden ingezet voor het leegpompen van bezonken slip in bekken of silo's. Recent ontwikkelden mijn vader en broer een bijzonder concept waarbij een betonmixer werd omgebouwd naar een slipmixer die in staat is om dik slip op te mixen, op te zuigen en te verpompen. Met haar arm van maar liefst 35 meter is het een voertuig dat perfect ingezet kan worden in moeilijke omstandigheden. Voor rioolbeheerders en beheerders van waterproductieinstallaties kan het echt wel een pareltje worden. Aquafin en de Watergroep bijvoorbeeld hebben hier iets van mogen proeven, maar ook in de industrie werd het concept geproefd en wel bevonden.